Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuwe Road to Life Solo Team Deathmatch Nuclear op Black Ops 2. Zoals je kan zien gaan we vandaag nog Vertigo spelen en we gaan even kijken of we goede score kunnen gaan neerzetten. En natuurlijk proberen om die Nuclear te gaan halen. De map Vertigo is best wel een irritante map, omdat ze letterlijk overal kunnen spawnen. Er zitten hier niet 4 spawnplekken zoals eigenlijk in elke andere map, maar er zitten er hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Er zitten hier 8 spawnplekken die ik zomaar uit mijn hoofd kan opnoemen. Dus het is echt gewoon eventjes opletten geblazen. De room gaat zo te zien niet door, want ik heb synchronizing game settings en ik blijf lekker laden. Dus volgens mij worden we eruit gekikt. Worden we eruit gekikt of niet? Ja, we worden eruit gekikt. Godver. Nou, dan joinen we lekker weer een nieuwe. Ik dacht eindelijk krijgen we gewoon een Vertigo mapje, weet je. Die kan ik wel spelen. Maar nee, joh. We worden eruit gekikt. We joinen wel weer een nieuwe. Geen playing game alsjeblieft. Ah, dankjewel. Ik heb ook eigenlijk geen zin in Jemen. Nou, weet je, fuck it. We gaan Jemen spelen. Jemen, zelfde map als Vertigo. Er zitten meerdere spawnplekken in en dus meer dan 4. Dus dat is het punt. Je moet heel erg goed gaan opletten. En ik ga spelen met deze kles. AM94, adjustable stock, quick draw en nog is een suppressor erop. En we gaan even kijken of we dus die nuclear kunnen gaan halen. En Jemen is eigenlijk een iets te groot mapje, omdat ze helemaal via de zijkant kunnen lopen. En via de andere zijkant. En via het midden, via 2 weggetjes. En dan kunnen ze je dus gewoon heel makkelijk backreepen als je 1 weg verkeerd dekt. Dus als je gewoon ergens zit, dan kan er in één keer huppatee iemand in je rug komen. Dus je moet echt heel erg goed gaan opletten altijd in deze map. In de grotere mappen is het altijd goed opletten. Het maakt niet uit welke map je speelt. Kijk, Nuketown is gewoon puur geluk als je kills maakt. Puur geluk. Maar bijvoorbeeld deze map, Jemen, is toch echt gewoon puur oplettendheid. Want als je hier eventjes niet oplet, dan ben je dus gewoon meteen dood. En what the fuck, zie ik nou serieus daar alweer boven? Ja, maar hij zit alweer te campen. Lekker, jongens. Heerlijk is dit altijd. Echt, ik hou van Team Deathmatch als ze zo hard staan te campen. Niet dus. Fucking scheid, man. Rot nou op. Hij heeft me nog bijna gekillt ook. Er staat er natuurlijk ook nog één onder te campen. Oh my god, met een FAL zit die er. Holy shit. Oké, nou, we staan 0-1, jongens. Lekker begin. Toppie, top. Dit gaat goed. Dit gaat heerlijk. Ik haat het zo hard als ze ergens aan te campen. Ik wil hem nu ook gewoon killen, weet je. Je ziet, ik ren er nu gewoon YOLO op af en nu zit hij daar! What the fuck? Wat een kutkind. What the fuck, maat? Nou, waar zit je nu te campen? Nu wil ik je wel pakken. Hij zit nu vast weer op een andere plek. Jij gaat niet dood, nou dan blijven we lekker doorlopen. Assist, daar heb ik ook weer niks aan. Hij zit er nog steeds ergens te campen. Maar waar, dat weet ik niet meer. Hier zat er net ook nog één. Die is ook weggerend. Kom op jongens, ik wil ook een kill krijgen hier, hoor. Mag ik een kill? Dank u wel. Hier zit die camper nog. Hij zit nu beneden. En je pakt wel steeds lekker een andere plek, hè, jij. Je weet wel hoe je moet campen. Hij killt één persoon. En dan gaat hij snel ergens anders zitten. Dan gaat hij of boven of beneden. Dan gaat hij snel weer ergens anders naartoe. Dus hij weet precies hoe hij moet gaan campen. Dus het is een ervaren camper. Nou, ik weet hoe je dat wil noemen. Hij weet hoe hij moet campen. Dus hij weet wanneer hij moet verplaatsen. Hij weet wanneer hij ergens anders naartoe moet rennen. Dus hij kan er wat van. Maar ja, dat is best wel irritant als hij er wat van kan. Want dan kan hij dus ook delen dat jouw killen. In jouw rug kwam er een, dat zag ik wel aankomen. Op mijn UAV'tje die ik voor je heb ingeroepen. Maar jij kijkt er zelf niet op, dus dan heb je er niet zoveel aan. Hier loopt er een onder me. Kom hier, kap 40 dude. What the fuck? Kijk dit dan, hij schiet gewoon. Wauw. Oké, wacht maar. Nu moeten we even snel gaan. Fuck deze shit. We mogen nu niet meer langzaam gaan. We moeten nu gewoon snel iedereen killen. Want dit gaat echt gewoon niet goed. Jij met je kap bent dood. Lekker. Nu moeten we heel snel doorgaan. We moeten nu gewoon even erop afrennen. Geen tijd meer voor het kiezen van beslissingen maken. Gewoon de kaart op afrennen nu. We hebben geen tijd meer om te wachten. Teammate, kill hem dan. Die teammate is ook vet slecht, hè. Kijk, ik heb een UAV. Let's go. Geen tijd meer om te wachten. Spant er een in mijn rug. We moeten nu door blijven rennen. Anders zijn we de lul. Zit het potje erop voordat we een nucleair hebben gehaald. Dus we gaan nu gewoon rennen. Rennen en sprinten. Let's go. Doorgaan nu. Fucking komt die vent weer aan. Kut, er staat er hier een naast me. Even kijken, waar zit jij precies, maat? Zit je hier binnen te campen of ben je doorgelopen? Daar loopt hij, ik zie hem lopen. Die vent die heeft een Remington in zijn handen en hij is gekild. Oké, dan gaan we snel de andere kant op. We moeten nu even snel gaan, mensen. Ik ga me even concentreren op waar de enemies allemaal lopen. En we moeten snel blijven gaan. Nu nog 2 kills volgens mij, dan heb ik mijn Orbital Visit. Dus die wil ik even halen nu. Oh, ik heb hem al. Let's go, Orbital Visit in de lucht. Komt er hier even hierboven. Lekker man met je Remington. Er staat er daar weer eentje te campen. Die moeten we even zien te ontwijken. Komt er hier een voor me. Let's go. Nu moeten we snel blijven gaan. Hoe sneller, hoe beter. Zo moet je een nuclear halen in Team Deathmatch. Je kan niet afzwakken. Je moet snel blijven gaan. Anders ben je kaart op lul. Dus dat gaan we nu ook gewoon doen. Dan loopt er hier eentje helemaal over die zijkant. Die laat ik even lopen over de zijkant. Want voordat ik daar ben, dan ben ik alweer een halve minuut verder. Dus ik loop nu eventjes helemaal hier via.
Ze hebben een UAV in de lucht, kutzooi, want ik ben kaart een lul. Komt die tak doet weer aan, of die kap doet. Ik heb een UAV, die roep ik gewoon in voor de assistjes. Dan gaan we snel weer de andere kant op. Er staat er daar in boven te campen, die ontwijken we als het gaat lukken. Komt er hier eentje aan, lekker dan. Let's go, de enemies hebben een UAV, dus ze weten als het goed is precies waar ik loop. Maar ik weet niet of ze er ook op gaan letten waar ik loop. Dus dat is eventjes een mooi dingetje. Want als ze er niet op letten, dan heb ik er ook niet zo'n last van. En jij gaat niet dood. Komt er hier een. Oh fuck, nee! Oh my god, ben ik out of ammo. Ah. Echt waar man, we beginnen net zo lekker hè. Fuck. Scheid zo, ben ik out of ammo. Ik had hem bijna hè. Nog één kogel aangeschoten en ik had hem. En dat is dus het punt waarom ik altijd zonder een silencer speel. Ik speel nooit eigenlijk met een silencer. En dit is dus het punt waarom. Als ik nu geen silencer op mijn wapen had zitten, had ik hem waarschijnlijk kunnen killen. Want als je een silencer op je ding zet, dan wordt je damage ietsje lager. Maar dan ook echt gewoon een heel klein beetje hoor. Het heeft bijna geen verschil. Maar op dit soort momenten dus wel. Want ik hoefde nu nog maar één kogel te raken en dan was hij gewoon dood geweest. Maar doordat ik dus die silencer had, had ik hem volgens mij niet dood. Maar ja, dat kan je natuurlijk nooit weten. Het is gewoon nu een gokje dat ik hem zonder silencer wel dood had kunnen maken. Maar ja. Maak geen reet uit, we maken dit potje af en dan hebben we weer een fill erop zitten. Fuck man, ik had hem makkelijk kunnen halen hierin, hè. Je zag het. Ik ging echt beest, ik ging er op afrennen en ik bleef er ook op afrennen en we gingen echt goed. Alleen het punt is, je moet dus niet out of ammo komen te zitten, want dan ben je gewoon kaartenlul. Dus dat is weer een onthoud dingetje. Deze dead was mijn eigen schuld. En je moet leren van je deads altijd in Call of Duty, dus dat heb ik nu weer gedaan. Zorg dat je altijd scavenger oppakt als je een enemy killt. Dat is mijn tip van vandaag, want anders gebeuren dit soort dingen. En je wil niet dat dit soort dingen gebeuren, want dat is nou niet zo fijn. Komen jullie hierheen? Oh, ze lopen gewoon door. Ze denken ook, fuck deze shit, ik ren lekker door. In je rug, man, met je Remington. Kut Remington. Jij bent ook dood, let's go. Count UAV eventjes in de lucht, dan weten de enemies niet meer waar ik loop. Ik heb sowieso een silencer op mijn wapen staan, dus ze weten sowieso niet waar ik loop. Maar als ze dan de UAV inroepen, dan zien ze hem ook niet op een UAV verschijnen. Die vent die loopt weer met zijn Remington rond. Dan maak ik even snel het potje af nu, want ik heb er geen zin meer in. Ga jij weg, man. Jij killde me net ook met je fucking target finder. En jij ook oprotten met je Remington. Nou ja, scheid aan deze game. Ik vind het ook niet meer leuk nu. Nou, het maakt geen ene reet uit, weet je. Ik haal vanzelf die nuclear team deathmatch, maar je moet gewoon een goede room vinden. En ik heb vandaag weer geleerd, zorg dat je altijd op je ammo let. Ik let er nooit op. Ik kijk eigenlijk net rechts onderin mijn scherm om te kijken hoeveel ammo ik nog heb. Maar het punt is, ik heb vandaag dus door dat ik dat wel soms eventjes moet doen. Anders gebeuren dit soort dingen dus. Ze zaten daarin te campen en ik wil hem eigenlijk even killen. Dus dan gaan we even achter hem aan. Wacht even. Ik weet dat hij daar... Kijk, jij ligt daar. Oh, kut. Nee, niet meer killen dan, lul. Ik wil die camper killen. Wacht, laat me even die camper killen alsjeblieft. Kom op. Ah, ze zijn nu al dood. Jammer, jammer. Ik dacht, ik wil die camper killen. Ik wil altijd campers killen. Mijn motto, eerst campers, dan de rest. Dus als ik weet dat er ergens eentje zit te campen, dan wil ik hem ook altijd killen. Maakt niet uit hoe vaak ik dood ga als die fan maar dood gaat. Want het is gewoon schijt irritant, want soms zitten ze gewoon ergens en dan in één keer bam, hebben ze een loodstraat tegen je of whatever. Dus dat zuigt natuurlijk keihard. Jij bent nu echt weer scheef en dan nijft hij me. Godver, godver. Ik ben mijn hele concentratie ook weer kwijt, want het potje zit er toch al bijna op. Altijd als een potje er bijna op zit, dat is echt gewoon ook een onthoud dingetje voor jullie. Als het potje er bijna op zit, dan moet je je concentratie blijven houden. Want soms is het zo, als je denkt van, oh, er hoeven nog maar 5 kills worden gemaakt. Oh, er hoeven nog maar 5 punten worden gemaakt. Huppatee. Concentratie is weg. Maar je moet je concentratie blijven houden tot de laatste minuut, tot de laatste seconde. Want anders gebeuren dit soort dingen. Dan ga je aan het einde gewoon in één keer 4 keer achter elkaar dood. Omdat je niet meer oplet. En dan kunnen die enemies dus nog een comeback maken. Het is nu niet gebeurd. Want mijn team die ging ook niet meer zo vaak dood opeens aan het einde. Maar ja, dat maakt geen ene reet uit. We hebben weer een nuclear veil erop zitten. We hebben 2 keer een merciless gehad. 1 keer een rootless. Dus ja, weet je, het is een beetje bullshit, maar kan gebeuren. Volgende keer, volgende aflevering die ik ga opnemen, moet ik dus op mijn ammo gaan letten, want anders werkt het niet. Maar bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet me niet te liken. 1000 likes is meer. En ja, als we de 1000 likes kunnen halen, ben ik er gewoon ontzettend blij. Dus klik eventjes op dat duimpje, dat helpt me enorm met groeien. En tot die volgende keer maar weer. Adios.